Ciao, ik ben Caroline, makelaardij Antonini Realty. Ik sta hier vandaag op het platteland rondom Castiglione del Lago bij Lago Trasimeno. En we gaan jullie een paar prachtige woningen laten zien. Dit huis is nieuw gebouwd volgens Umbriese tradities. Bekleed met steen en uitgevoerd met de traditionele loggia. Het is te gebruiken ofwel als één wooneenheid ofwel als twee appartementen. Eentje boven, eentje beneden. Deze plek is bedacht voor de keuken, waar je kunt genieten van een schitterend uitzicht. En aan de andere kant, met uitzicht op de wijngaarden, is de woonkamer. We staan hier op de eerste verdieping. In deze mooie lichte ruimte is dat nieuwe dak met alle balken en pianelli volgens Umbriese tradities al zichtbaar. Er zijn hier twee badkamers en drie slaapkamers gepland. Ik sta nu op de loggia op de eerste verdieping te genieten van het uitzicht, de rust, de vogels. Dit is wat mij betreft een spectaculaire plek. Ga je mee, we gaan naar de andere woningen kijken. Kom. We staan nu voor de droogtoren die vroeger gebruikt werd voor het drogen van tabak. We gaan even kijken wat hier binnen zit. Onderweg naar binnen is het leuk om te laten zien dat de bakstenen in deze muur op een speciale manier zijn aangebracht om te garanderen dat de lucht kon circuleren en de tabak kon drogen. Ik sta hier nu in de keuken. Aan mijn rechterkant is een badkamer met slaapkamer bedacht en aan mijn linkerkant de woonkamer. In de woonkamer valt het op dat er ondanks deze manier van metselen nog voldoende licht is, ook dankzij een groot dakraam in het plafond. En we hebben hier natuurlijk schitterend uitzicht op de heuvels rond Pasciano. Een mooi detail is dat het dak is voorzien van oude originele dakpannen. Hier op de bovenverdieping in de toren is een badkamer met een slaapkamer bedacht. We staan nu voor de Leopoldino. En die naam die stamt uit de 18e eeuw. En deze huizen worden gekenmerkt door de grote, plompe, vierkante structuur met een toren op het dak. We gaan nu kijken wat er nog meer te zien is. Zoals je kunt zien is dit nog de originele deur. De hele structuur is volledig gerenoveerd. De binnenkant echter moet nog gedaan worden en die kan volledig op maat en naar wens van de koper afgewerkt worden. Aan de zwarte stenen kun je zien dat hier vroeger een schoorsteen was. Er zat hier vroeger een houtoven. Panden zoals dit zitten vol met oude karakteristieke bogen, deuren, ramen, stenen waar ooit ingangen waren die dichtgemaakt zijn. En dat zijn wat mij betreft de karakteristieken die een pand als dit zo interessant maken. In huizen van rond de 19e eeuw waren enorme, mooie en grote open haarden zoals dit gebruikelijk. Omdat dit huis reeds deels gerenoveerd is, kunnen we hier de mooie nieuwe dakconstructie van houten balken zien. En als we nog even doorlopen, kunnen we ook de ingang zien voor de oude antieke toren. We staan hier in de centrale kamer van de begane grond. Links, rechts, overal zijn andere kamers. Ruimte ontbreekt hier niet. En het zal mij een waar plezier zijn u dit in het echt te laten zien. We hebben nu alle drie de woningen gezien. Ze staan gezamenlijk op een terrein van ongeveer 3000 meter. Ze kunnen ofwel los verkocht worden, twee tezamen of alle drie tegelijk, met één of drie zwembaden.